Dames en heren, een goede avond. Het is deze week een Nationale Museumweek. Dat wil zeggen dat ik u elke avond in het programma Man en Kunst een bijzonder kunstwerk mag laten zien en het verhaal achter dat kunstwerk mag vertellen. En dan iedere ochtend op het Radio 4-programma De Klassieken kiezen dan de luisteraars muziek die past bij dat kunstwerk. En voor het kunstwerk van vanavond hebben ze deze muziek gekozen. En wij kiezen dat kunstwerk dan weer gebaseerd op uw ingezonden verhalen. En vanavond kregen wij het verhaal van Ati Westendorp, die schreef dat ze enkele jaren geleden in een museum was op een druilerige middag in november. Ze wandelde daar rustig rond, zag plotseling een schilderij en bleef staan. Het schilderij benam haar adem en ze moest huilen. En niet zo'n beetje een paar traantjes huilen, maar echt zo luid dat iedereen kijkt huilen. En tot op de dag van vandaag weet ze nog altijd niet wat er toen precies gebeurde. Maar ze weet wel dat ze nog nooit iets mooiers heeft gezien dan dat schilderij. Dus vanavond bij Man en Kunst, alles over de stier van Paulus Potter. In het Mauritshuis, hier in Den Haag, hangen alle hoogtepunten van de Nederlandse schilderkunst. We hebben het hier over Vermeer, over Rubens, over Rembrandt. Maar het beroemdste schilderij in het Mauritshuis is een schilderij van een alledaagse, gewone stier. Geschilderd door Paulus Potter in de Gouden Eeuw van Nederland, de 17e eeuw. Het is zelfs zo bekend dat het bijna even iconisch is als de Nachtwacht van Rembrandt. Bijna. De vraag is nu, wat is het geheim? Hoe komt dat zo'n alledaags schilderij van een Paulus Potter zo beroemd is geworden? Paulus Potter die werd geboren in Enkhuizen, verhuisde daarna naar Amsterdam om uiteindelijk in Den Haag te eindigen. En in het begin maakte hij vooral schilderijen, net als zijn vader, over historische gebeurtenissen. Maar op het einde focuste hij zich op portretten van dieren. Hè? Op dit schilderij van Jan van Gooyen, de landschapsschilder uit Den Haag, kan je zien, als je het weet, moet eigenlijk goed kijken, hier het huis waar Paulus Potter woonde in Den Haag. En in dit huis, nummertje 18, daar woonde de toekomstige schoonvader van Potter, Klaas Dirks van Balkenende. En Klaas die vond het helemaal niet zo leuk dat Potter het aanlegde met zijn dochter Adriana. Ja, een beestenschilder en zijn dochter, dat kon niet, hè? Maar gelukkig, de liefde overwon en Potter en Adriana trouwden met elkaar. De moeder van Paulus Potter was van zeer rijke komaf. Gelukkig voor Paulus, want daardoor had hij een kring van rijke opdrachtgevers, waaronder leden van het Oranjehuis. Hij werd al gauw heel beroemd en iedereen wou een schilderij van hem. Maar hij was ook heel eigenzinnig. Zo bijvoorbeeld maakte hij voor gravin Amalia van Solms een schilderij van een pissende, of zoals men toen noemde, een waterende koe. Voor op de schoorsteen. Maar Amalia die vond dat helemaal niet zo leuk, zo'n pissende koe op haar schoorsteen. Dus ze weigerde het schilderij. Maar ondertussen hangt dat schilderij wel in de chique hermitage in Sint-Petersburg. Want die Russen die houden wel van een pissende koe.